vind ik nou jammer. Die, of stiert ze op en komt ze naar boete. Dat is grappig. Nou, we hadden net een Misha geïnterviewd. Hij woont er nog een. Waar is die nou naar binnen gevlucht? Volgens mij wel. Het sjoefelke ligt nog hier. Het sjoefelke. En het herkske. Astrid. Eens kijken of voor Astrid toch niet. Astrid. Nou, als Astrid niet de deur openmaakt, dan gewoon weer. Goedemiddag. Wat een heerlijk weer om te tuinieren. Ja, het mag wat zonniger zijn, toch? Nou. Helemaal vanuit Lom. Nee! Dat bestaat toch niet? Joep! Yes. Dat is Bas. Ja, dat is een aha-erlevenis. Ja, wij kennen elkaar, hè? Ja. Voetbalvrienden. Ook. Wat zijn jullie van elkaar? Momenteel zijn we man en vrouw. Nog wel. Nog wel, ja. Zutskor. Goh, joh man. Eeuwigheid geleden. Ja. Lijkt het wel. Nou, zeker met de corona. Kom je maar zo vaak in Lom. Nee, ja. Nou, voor de mensen die het niet weten. Met Pinksteren. Is er bij ons in de dorp altijd een totaal onserieus voetbaltoernooi. Dan spelen Joep en ik altijd samen. Voor de rest zien we elkaar nooit. Nee. Maar dat is wel altijd gezellig, hè Joep? Zeker. Ja, en Joep speelt altijd de sterren van de hemel. Dank je. Ja, in zijn Bayern München box niets ontziende verdediger. Ja, alles of niets. Alles of niets. En nu? Oh, sorry. Ik kijk hem nog niet. Oh, nou neem je kijken dan. Hé, hey, maar een man en vrouw, hoe lang al? Juni vorig jaar. Loes. Ja. Ja. Loes, ja, we stonden net daar bij de overbuurvrouw. Astrid heet ze, geloof ik. Mm. Oh, die kennen jullie wel? Ja. Ja? Maar die zat al zo lekker op haar gemakkie. Maar toen wilden we haar een vraag stellen en toen was ze naar binnen gevlucht. Jullie zijn er nog steeds. Ja, de tuin moet gedaan worden. Ja. Loes en Joep, weten jullie welke dag het vandaag is? Geen moederdag, hè? Het is... Jij denkt zeker al van, ben ik iets vergeten? Jij hebt ook geen idee, Loes. 1 mei. Iets met Duitse... Ja, in Duitsland is dat een dingetje, hè? Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel toch echt in Rimburg, is Nederland, hè? Ja. Ja. Duitsland is daar. Ja, weet ik. Gewoon even de beek over, hè? Ja. Zoiets, ja. Zal ik het maar zeggen? Ja. Loes, het is vandaag de dag van het naakt tuinieren. Oh, ja. Ja, Joep doet zijn best. Nou Loes, dan ga je eens even omkleden. Oh, de buurman komt ook meteen, die wordt naakt. Buurman? Ja, ik woon hier op nummertje 18. Op nummertje 18? Ja. Niet in de tuin aan het werken? Dat wou ik nou dadelijk gaan doen. Nou, buurman. Ja, geef zal ik maar even. Voorbeeld. Maar, wist ik dat het vandaag ten dag hoort? Nee, maar ik zag het hier staan en ik dacht van het even stiekem metloesteren wat er gaande is. Ja, nou ja, dit is er gaande. Ja. En wie dacht ervan, ja, we moeten toch vandaag, als we dan toch op paad zien voor opnames, moeten we toch ergens eens aan de
tuin bezig is, confronteren met het feit dat het vandaag... Ja, maar hier in Rimburg kun je echt niet naaktoneren. Daar heb je het hele dorp meteen in je tuin. Wat er hing dan met die pats op, wat een gouden oprit in rent. Hij deed dat wel vaker. Dit hebben we nu net niet meer zien. Oh, dat is zo gek? Ja, dat is wel zo gek. Want ik heb eens een keer hier bij de kerk, hebben we Emus geïnterviewd. En die zei dat, en dat was een Rimburger in Hardenieren, die zei van, ja, Lu uit Rimburg, het is toch apart volk. Nou, dat vult volgens mij gerust mee. Ik heb het inderdaad gezien. Ik denk het ganse dorp wel misschien. Ik denk het nog. Wist ik die hard Rimburger? Nee, ik kom eigenlijk van Worbig. Oh, daar komen we hier net ook vanaf. Ja. 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 Ik ook. Dan heb je de mam geweerd. Oh, De mam kan uit de Grunstraat. Nee! Ja! Het moet niet angstaanjagender weer. Want nee, het grappige is, ik had net Emus geïnterviewd. De hoort Misha. We stoppen hey, omdat er die mevrouw door, die Astrid het volgens mij, die zit toch in de tuin te tuinieren. Die lachte heel leuk. Die wilde ik eigenlijk de vraag stellen die ik nou aan Loes heb gesteld. En toen reden we weg. Want als ze van Wobbig naar Rimburg reist, dan riezen ze door de Groenstraat. Door de Groenstraat, ja. En toen had Jo een geweldig verhaal over de Groenstraat, dat de Groenstraat van vroeger uit een eigen dialect had. Ja, dat zou goed kennen, joh. Wie hoort de muzikant ook alweer eens? Jovek. Jovek. Zit het te Gert? Ja, de naam zit ik wel Gert, maar ik ken Jo niet. Oké. Okay. Nou, Jo is niet meer onder ons, maar dat was dus een troubadour. Die dan zong in dat dialect van de Groenstraat. Ja. Dan ben ik vergeten wie we op de Groenstraat kwamen. Dicht zei ze iets over de Groenstraat. Ja, de mam. De mam doet de Groenstraat. Ja. Dus als ze dat verhaal tegen die mam zoiets vertellen, dan zou die dat ongetwijfeld weten. Ik denk dat die dat wel weet, joh. Ja. Hé, hey, maar dit komt net toes. Ja, ik kom net toes, joh. En wat heeft hij naar Rimburg gebracht? Wat is er zo leuk aan Rimburg? Ik heb jaren gevoetbald bij de voetbalclub, al heel lang. En ik ben nu bestuurslid bij de voetbalclub. Hoe gaat het met de voetbalclub? Ja, op dit moment is het slapjes natuurlijk, met de corona. Nee, maar ook bijvoorbeeld financieel? Nou ja, dat gaat nog redelijk. Het is met name eigenlijk het aantal spelende leden. Dat is toch altijd moeilijk om voldoende elftal op de been te krijgen. Of we hebben op dit moment twee senioren elftallen, één veteranen elftal en een jeugdteam. Maar dat jeugdteam moet komend seizoen ook naar de senioren toe. Wow, dus één jeugdteam nog? Ja. Dus eigenlijk de onder 19? De onder 19 inderdaad. Wat wij vroeger gewoon de A zeiden, hè? De A noemden we dat. Ja. Ja. Als ik bestuurslid ben van de voetbalclub, voetbal, hey Joep, voetbal... Denk hem noem bij de veteranen met voetballen, joh. Hé, hey Joep! Dat hoor ik, man. Ga je bij de veteranen voetballen hier? Ja. Kom jij ook is getekend. Contract is getekend. Heb je ze de waarheid wel verteld? Van mijn niveau? Ja? Nou, ik ben lom gewend, hè. Maar ik denk dat goed bij ons past. Nou, maar speel je ook bij de veteranen? Ik speel ook nog bij de veteranen. Want ja, ik moeilijk te schatten wie je altijd ze is. Ik ben nu 38. En dan nog bij de veteranen? Ja, maar blessuregevoelig, hè. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, dus dan... Niks met 38 te maken, dan. Nee, dat is misschien wel zo, maar... ik word niet het type voetballer van de techniek. Ik moest het echt van het werken hebben. Ja, en dat levert wel geregeld op een gegeven moment blessures op. Okay. En op een gegeven moment, ja, dan... Maar dan word je dus teamgenoot, hè? Ja, dat is de bedoeling, joh. Wat is teampositie normaal gesproken? Achterin, hè, de verdediging, hè. Oh! Dan is het bedoeld, ik word zijn vervanger. Ja. Joep, hoe oud ben jij tegenwoordig? 38. Ai! Want Joep is echt Bayern München fan, hè? In hart en nieren, hè? Ja, dat weet ik. Mag ik jou een ouderwetse auspoetser noemen? Ja, hè? Ja, jong. Vlijmscherp op de tackle. Ja. Maar echt, immers als de rotzooi is achterin... En dat Rossing moet opgeruimd worden, dan moest ze Joep hebben. Ja, de vierde verwijt dan ook mijn vervanger. Kijk. Want ik heb dat altijd gedaan. Want ik ben ook zo'n niets ontziende. Ja, weg is weg. Ja. Weg is misschien.
Maar wel goed stevig aanpakken, joh. Laten zien dat ze er niet zo makkelijk langskomen. Ja, en is dan toch woord wat ik altijd gehuurd heb, dat Rimburg uit altijd lastig is? Ja, zeggen ze dat? Ik heb geen flauw idee, maar het zou zo maar kunnen. Nou ja, volgens mij viel dat wel met... Maar even om terug te komen op de voetbalclub. Hè, want dat weet ik toevallig ook bij de voetbalclub in Meggenendorp. Het is natuurlijk lastig omdat die kantines niet draaien. En de kantines te halen, eigenlijk alle voetbalclubs halen door wat spek op de ribben vanaf. Het is ook belangrijk dat het snel weer allemaal open kan. Wat is die taak binnen het bestuur? Secretaris, algemeen secretaris. Dus de algemeen secretaris werd normaal gesproken overal wel wat van? Ja, is dat zo? Of best een specifieke wedstrijdsecretaris? Nee, dat is een collega van mij. Oké. Ja. We hebben eigenlijk een aantal oud-bestuursleden net voor de corona ermee gestopt. En hebben we met een paar wat jonge jongens gezegd van ja jongen, we moeten dit toch draaien houden, dus dat kunnen vieren doen. Dus er zijn nog wat dat betreft, wat onervaren, nog wat lerende door. Oké. Kijk, en ja, je ziet nou blij dat je Joep als actief lid erbij hebt. Maar het kan zomaar zien dat je over een jaar dat je de volgende vraag aan hem gaat stellen. Van, hey Joep, zou je misschien ook lid van het bestuur willen worden? Ja, wie weet. Het is altijd welkom natuurlijk, helpende handjes. Zou ik niet doen? Nee. Loon maar lekker voer. Ja, daar gaat je nog veel plezier aan beleven. Dat denk ik ook. Ja, hebben we hier ook altijd gedaan. Ja. Leuk man, dat ik je uitgerekend hier tegenkom. Ik zag jullie al rijden, ik denk, zo'n bas erin zetten.